Wie? Hans. Goedemorgen. Als alles uit hetzelfde voortkomt, en ik het ook al ben, dan kijk ik naar de volgende stelling, dat mijn buurvrouw, die heel veel fysieke en mentale gewaarwordingen had, overdag en 's nachts, waarvan de hele buurt ideeën had. En soms werd ze opgenomen en dan werd ze weer teruggebracht. En op het ochtend is ze gevonden, dood. Nou ja, in noodlottig samenloop van omstandigheden. En ik dacht, gelukkig. Maar omdat ik dacht, ik heb rust, dat was het eerste wat ik dacht. Zij ook. En zij ook. Ja, right. Maar nu denk ik, ja, klopt dat wel? Want als we allemaal uit hetzelfde voortkomen. Nee, kijk. Dus ik ben hier heel blij mee. Dus deze moet je even onthouden. Redeneringen die beginnen met als alles bewustzijn is, als alles blauwe tafelkleedjes is, als alles digitale klokjes is, dan. Dat is kletskoek, dat kan niet. Snap je wat ik bedoel? Nee, nog niet. Oké. Dus de premisse is, maar Hans, als alles één digitaal klokje is, hoe zit het dan met mijn buurvrouw? Er is een non-question. Er is het inzicht dat alles een digitaal klokje is, of er is de opvatting. Dat zijn twee radicaal verschillende dingen. Ik weet dat ik het absolute ben. Ja. En die zin, die slaat nergens op. Maar dat is niet als ik het absolute ben, of als alles bewustzijn is, of als alles liefde is, dan. Dat geeft aan dat het niet gerealiseerd is en dat we dus een of andere gevolgtrekking willen maken. Het inzicht in de realiteit vernietigt alle gevolgtrekkingen. En dan zijn er dus gestoorde mensen die doodgevonden worden en iemand die roept hoera. En iemand anders vindt een gestoorde en die is overleden en die is dodelijk verdrietig. En het een is niet beter dan het ander, het zijn allebei verschijnselen. Ja. Het doet niet ter zake. Laat ik de vraag dan anders stellen. Het feit dat ik hoera zei, klopt dat wel? Is dat wel handig? Er werd hoera gezegd. Ja. En vervolgens kwam er een of ander moreel gedoe opzetten en die begon dat te betwijfelen. Maar het hoera was gewoon een spontane uiting. Dat is niet goed, dat is niet slecht, dat is wat het is. Kijk, haar fysieke stuk is verdwenen. Stop. Kun je bewijzen dat het er ooit was? Nou, ik denk het gezien te hebben. Ja, dat is mooi. Ik kan het niet bewijzen. Dat bedoel ik maar. Dus ook deze redenering gaat niet op. Ik moet namelijk eerst een mijzelf verzinnen. Vervolgens moet ik gaan aannemen dat wat zintuigen mij wijsmaken ook maar iets met de realiteit te maken hebben. En vervolgens ga ik dan allerlei conclusies trekken. Het is mij te ingewikkeld. Ik ben daar niet slim genoeg voor. Dus ik hoor de aanname. Als je nu 1 seconde neemt, 1 seconde eeuwigheid, right now. Waar is het begin, eind, midden, omtrek? Waar is iemand? En laat maar zien als je er een vindt. Als we die niet kunnen vinden, dan zijn alle andere gevolgtrekkingen ook niet ter zake doen. Het is het geklets van een niet bestaande dromer, basically. Ik bedoel niet jou, zit je niet aan te vallen. Maar alles wat geuit wordt, als we het dan hier toch over hebben, is gebaseerd op het concept dat er iets is, punt 1, dat ik dat zou zijn en dat er andere dingen zijn. En pas dan kan ik een verhaaltje maken. Ik heb nog nooit een iets of een iemand gezien. Er zijn verschijnselen. Maar ja,
Als je in de woestijn loopt, heb ik al vaker gezegd, en je doet dat dan hele tijd, in je beleving, dan krijg je op een gegeven moment dorst. En dan zie je die oase daar en dan duik je erin. Geen water, een bek vol zand. Ja, ik dacht toch echt dat er een oase was. Ja, I know. It's brilliant. Except, it's not. Ik weet niet of dit helder is. Je kan het nog niet terugkijken op die video. Dat heb ik nog eigenlijk gezegd. Strikt genomen zijn er alleen maar verschijnselen. Er is een soort vage notie, als je teruggaat, en iedereen kan dit checken, van er te zijn, wat we dan wel eens presence noemen of aanwezigheid. Een vage notie, het is niet heel erg specifiek. En er lijken een soort van verschijnselen te zijn. Maar keihard is niks. Het is allemaal een beetje shaky. En je moet allerlei aannames in de lucht houden om dan te gaan zeggen van dit is handiger dan dit. Of is dit wel eerlijk? Of nou ja, al dat soort gedoe. Er is een enorme inspanning. Terwijl puur simpel, er is een soort van gevoel van zijn. En er zijn mentale, emotionele en lichamelijke opwellingen. En dit volume, dan is er dan eigenlijk niet. Voilà. Ik vind dat heel moeilijk. Dat is helemaal niet moeilijk. Probeer nu maar eens dat lichaam echt te voelen. Voel je dat hele lichaam nu? Pardon? Ik vind het wel, ja. Nee, niet vinden, voelen. Voel dat lichaam. Wat voel je nou echt? Je voelt je hand op je enkel, right? Je voelt spanningen hier en daar. Ja, hier en daar, maar niet een heel lichaam, toch? Nee. Dat bedoel ik. Dus het idee, er is een heel lichaam, is kletskoek. Mm. Er is een soort energetische ruimte, een soort bewuste ruimte. En er is misschien hier een drukpuntje en daar waar je je hand hebt liggen. Misschien waar je billen de stoel raken. Misschien de rugleuning, maar ook alleen als je erop let. En als ik zeg van je voet op de grond, dan voel je dat daar. Je voelt niet een voet op de grond, maar er is iets van druk. Right? En dan ben je dat met je rug en de billen op de stoel ben je alweer vergeten en die hand daar. Dus niemand voelt ooit een lichaam. Er is een soort ruimtelijkheid en her en daar zijn wat plekken. En er zijn wat geluiden. En wat heeft het drukpunten dan? Ik stel gewoon vragen om het voor te krijgen. Maar probeer het eens niet van mij te horen. Onderzoek eens, wat gebeurt er nou eigenlijk? En het belangrijkste ga je nu aan voorbij. Net zei je, beweerde je, dat je wel degelijk een heel lichaam voelt. Nu kom je erachter, dat is gewoon niet waar. Er zijn her en der wat condensaties van energie. Maar een heel lichaam... Dus wat gebeurt er? Er is die aanwezigheid en er zijn her en der verdichtingen van energie. Sommige verdichtingen noemen we een fysieke sensatie, een andere verdichting noemen we een gedachte en weer een andere verdichting noemen we een emotie. Maar het is diezelfde awareness, ruimtelijkheid, hoe je het wil noemen, die gewoon even iets sterker geconcentreerd is op een bepaalde plek. En afhankelijk waar die plek is, zeggen we emotie, gedachte, fysieke sensatie. Maar niemand heeft ooit een lichaam ervaren. Nobody. En de hele wereld gaat er constant van uit dat dat wel zo is. En dat dat zou zijn wat je bent. Of wat ik zou zijn. It's not true. Wat je dus heel makkelijk nu... in 3 seconden in feite heb vastgesteld. Niemand ervaart een lichaam. Ja, maar het maakt veel duidelijk nu, het is inderdaad dat het concentraties van energiepunten yes. zijn. Yes. Ja. Meer is er niet. En mijn verstand vertelt me, als ik die geloof, er is daar een lichaam, dus is er hier een lichaam, en dus zijn wij 2 verschillende dingen. Maar als ik gewoon ben, ik zeg altijd maar van, ik kan niet vinden waar ik ophoud of waar jij begint. Er is geen grens. Daar hebben ze me wijs gemaakt.
Afgescheidenheid is een verhaaltje, dat hebben ze me wijsgemaakt. Ik heb het nog nooit gezien. It doesn't exist. En desondanks hebben we alles daarop gebaseerd. Ik vind dat nam even een jaartje of 10 om aan te wennen, zeg maar. Dat iedereen alles op zijn kop ziet en achterstevoren. En in deze gelegenheden mag dat dan, maar daar op straat moet je daar niet te veel over gaan praten, zou ik maar zeggen. Want dan komen ze met zo'n... Dan krijg je zo'n jasje. Mag ik iets zeggen? Ja, sure. Maar wel is het zo dat ik daar bij jou geen energie dicht meer voel. Ja, dat is dan een beetje jammer voor je. Ja, dat denk ik wel. Een beetje... Dat is wel waar, want je hoort mijn stem toch? Dat is ook een energieverdichting. Zo klank. En als je je aandacht hier naartoe brengt, dan is het misschien mogelijk, ik voel verder ook geen mankementen of zo. Ja, hier bij die enkel. Dan kun je op intunen, dan kun je voelen dat daar een dingetje zit. Dat is een kwestie, dat kun je leren. Iedereen kan invoelingsvermogen leren. Daar heb je hele cursussen voor. Maar je kunt ook gewoon je aandacht even... Op anyhow welke plek, dat hoeft niet per se een persoon te zijn, maar dit ook. Dit heeft een andere feel dan dit. Ik zeg niet beter of slechter, maar het is gewoon een andere trilling, een andere energy. You can feel that. Wij zijn alleen heel erg getraind van kinds af aan. Dat hebben ze ook jarenlang moeten roepen, hè? Dat ben jij. Dat ben jij, dat heb jij gedaan. En als het dan goed was, dan weet je wel, als het niet goed was, dan... Jarenlange training om te moeten aannemen, het lulverhaal dat ik dit lichaam zou zijn. Dus ga je alleen daar heel erg op letten? Ja, obviously. En dan ga je je heel erg geïsoleerd voelen. En vanuit die isolatie die ze je aangepraat hebben, ga je vervolgens op zoek naar verbinding. Ik wil me verbonden voelen met andere mensen. Eerst afscheiden, dan verbinden, weet je wel, what the fuck. Je kunt ook gewoon kijken, dan is er gewoon één presence. En daar duiken zogenaamde body minds in op. Ja, ik heb er helemaal geen moeite mee. Dat is brilliant. En als je niet te veel nadenkt, het is allemaal even mooi. Allemaal prachtig. Het houdt meestal op zodra, ja niet jullie, want jullie zijn hele prettige mensen. Maar bij de meeste mensen houden het op zodra ze hun mond gaan open doen. Dus dan zie je een prachtige compositie. Het hele universum eigenlijk komt zo naar je toe lopen. En dan gaan ze iets zeggen. Ja, dat is een beetje jammer. Wat bij mij niet helemaal ingaat, is dat, even het voorbeeld, ik vond het voorbeeld zo mooi dat je lacht toen de buurvrouw die dood is. En het is een verschijnsel, maar weet je, ik ben toch benieuwd naar mezelf, waarom lach ik niet? Waarom ga ik niet huilen? Dat is toch al onderzoek, maar dan is de moraliteit is dan zo dichtbij. Ja. Ik vind dat heel moeilijk om dat samen te houden. Ja, ik vraag me dat dus niet af. Ik constateer gewoon, er wordt gelachen of gehuild of... En waarom, dat veronderstelt weer een soort oorzaak-gevolg ding, terwijl dingen toch ook gewoon heel spontaan, it just happens that way. Waarom komt de lente na de winter? Die hele vraag klopt niet, want het hangt er namelijk vanaf op welke plek op de planeet je bent. Je hebt van die gebieden, daar is helemaal nooit lente, het is altijd heet. Of koud. Snap je? Dus in iedere vraag wil ik hier alleen maar mee zeggen, zitten zoveel aannames. Alleen die zien we helemaal niet. Waarbij nog komt dat het waarom, wat voegt dat toe? Stel nou dat je een klein verhaaltje. Van, nou, je hebt gelachen hier en daar om, een of ander ding. En dan zegt je geest, oh ja, ja, ja. Ja, nee, dan, ja, dan wel. Ja. Ja, what the fuck is the point? Precies op dat moment valt hij in slaap eigenlijk. Dan heeft hij het opgeborgen, zo heet het ook bij therapeuten, hè? Je moet dingen een plekje geven. Dus, mensen die hebben dus zo van die enorme kasten,
Die slepen ze hun hele leven mee en dan hebben ze een probleem of een vraag. En dan krijgen ze een antwoord en dat gaat dan in een doosje in die kast. En daar is dan winst. Dan hebben ze allerlei dingen een plek. Ik doe dat niet. Plekjes geven is heel vervelend. Dan moet je steeds grotere kast kopen namelijk. En dan moet je allemaal mee torsen. Weg. I happen to happen this way. Ik heb mij niet gemaakt, jij ook niet. Je hebt niet besloten om nu zo te gaan zitten doen. It just happens. Right? Ja, en dan gaat hij lachen. Ja, waarom, waarom? Ja, gewoon omdat het gebeurt. Dus mijn geest, dat is een controleur, hè? Dus die wil altijd weten waarom iets gebeurt. En daar wil hij dan ook iets mee. Hè? Hij wil grip houden. Hij wil kunnen vooruitlopen in volgende situaties. Hij wil conclusies kunnen trekken. Strategieën bepalen om beter met whatever om te gaan. Hij is met van alles bezig, daar ginds. In plaats van gewoon te zijn. En is te kijken wat er nou weer gebeuren wil. Ik weet niet waarom dingen gebeuren. Ik ben ook niet slim genoeg om dat te kunnen overzien. Ik constateer dat schijnbaar dingen gebeuren. En ik vind het heel geestig als er een dood neervalt en mensen gaan lachen. Dat vind ik een stuk leuker dan dat... Ja, normaliter gaan iedereen allemaal janken en zo. Oh, wat erg. He died before his time. No, he didn't. Tja. Een paar heb ik het verteld, was die het ex-vriendje van mijn jongste dochter net uitgemaakt. En niet dat dat per se daardoor kwam, 2 weken later, hij killed himself. Dus dan heb ik van die mensen, oh, hij was pas 23, is nog zo jong. En dan denk ik van, nou, hij was ouder dan ik. Want hij had 2 weken geleden, had hij nog maar 2 weken te leven. Dus zijn tijd zat er bijna op, snap je? Hij was gewoon een oude lul en was bijna dood. En ik ben 30 jaar ouder. Nou ja, ik weet niet of ik het eind van de dag haal. Ik zou doorgaan niet, maar... Ik ben veel jonger in vergelijking, want ja, we zijn nu 4 weken verder. I'm still here. Hij is al 2 weken dood, dus het is maar net hoe je kijkt, snap je? And we're all going. Dus het hele gebeuren wat wij leven noemen, dat is gewoon entertainment in de, hoe zeg je dat, in de terminal ward. Dus, leven is eigenlijk stervensbegeleiding. Dus, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Dat is best grappig eigenlijk. Ja. Als het dan je eigen kind is, kun je dat dan ook zo noemen? Alleen als je verlegd bent, anders niet. Dus ik wel. En dat is geen stoere praat, er was van alles met mijn dochter. Ja, ze is dan niet dood. Maar er zijn ergere dingen dan dood, zou ik maar zeggen. En Hans was niet in staat om bezorgd te zijn of bang. Maar hij was het al. En de anderen, een aantal anderen, die waren wel bang en bezorgd. En, gewoon wat mensen normaal vinden. En ze vonden mij dus... laten we zeggen, raar. En ik vond dat niet raar. Dus ik had er ook verder weinig tegen. Ik had alleen zoiets van, ja, vind ervan wat je wil. Maar het is mij overduidelijk dat... nobody gets out alive. En strikt genomen, wat doet het er naartoe? Of je op je 23ste omvalt of op je 83ste. Waarbij ook nog komt dat de meeste mensen, omdat ze geïdentificeerd rondlopen, they're suffering. Dus het bizarre is een beetje, mensen geloven in allerlei dingen die naar mijn idee niet bestaan. En ze geloven in allerlei dingen die naar mijn idee zo niet zitten. En daar lijden ze aan. En tegelijkertijd klampen ze vast aan dat leven alsof het iets heiligs is. Maar ze leven niet. Ze lijden. Ik vind dat raar vooral. Mijn hond, die is veel slimmer. Die leeft echt. Lijden doet hij niet aan, hij heeft af en toe pijn.
als hij zich verstapt of iets, dan doet hij staat hij zo met die poten. Hij dramatiseert er ook niet over, hij lacht gewoon zin, ja, doet zeer. Nou, dan doe je even een beetje masseren of je haalt die doren eruit en dan... Weet je, als je tegen hem aanloopt, is hij niet beledigd, dan gaat hij gewoon aan de kant. Ja, en soms vraagt hij om interactie en soms krijgt hij zijn zin en soms niet. En in beide gevallen is dat eigenlijk oké. Okay. En 16, 17, 18 uur per dag ligt hij gewoon zo. He doesn't give a shit. En dan is het dan gaat hij zo die honden yoga. Kom, we gaan een gat graven, ik gooi er een bal in. Doe ik er zand overheen, dan ga ik hem opgraven. Kijk eens, baas. Vindt hij mooi. Dus die honden die zijn gewoon slim, laat ik maar zeggen. En die mensen die fantaseren van alles bij elkaar. Bijvoorbeeld het concept mijn kinderen. Ik weet niet of ik dat gisteren al zei, maar als je heb je kinderen? Ja. Waar je per se dat kind? Nee, dat bedoel ik maar. Niemand wil per se dat kind of die kinderen. Die hormonen beginnen op te spelen en dan seks en alles en dan, hop, dan is er zo'n kind. Ja, en dat ontwikkelt dan op basis van interne dingen. Ja, nou goed, oké. Okay. Op basis van interne dingen en de omstandigheden en de cultuur waarin je geboren wordt en hoe de wind waait en wat je gegeten hebt. En er komt dan iets uit. En aanvankelijk denk je nog van, oh ja, en dan zijn ze 13 en dan gaan ze aan de speed. En, ja, allemaal ellende en zo, maar hoe dan ook. Je hebt nooit dat kind gewild. Dat gebeurt gewoon. Nou, moet je je voorstellen dat ze die weghaalden, wist je niet hè, en omruilen voor een ander. Je houdt gewoon van het kind, je zorgt gewoon voor het kind dat toevallig in je buurt is. En dan maak je dan een exclusiviteitsverhaaltje omheen. Maar als ze s'nachts dat kind wisselen, you won't even know. Snap je wat ik bedoel? Dus die kinderen van mij, die twee, daar hou ik van. En als ze iets nodig hebben, dan zal ik ze helpen. En als ze willen luisteren, dan is dat prettig. Ik bedoel niet gehoorzamen, maar je kunt praten. Ze hoeven me niet te gehoorzamen. Maar als we niet open kunnen zijn en we kunnen niet praten of het nou mijn kind is of niet... Als ze niet open kunnen zijn, fuck off. En dan ga ik niet iedere week daarbij op de koffie zitten of vragen of ze op de koffie komen, omdat het mijn kind is. Als we niet kunnen zijn, werkelijk, dan hoef ik je niet te zien. Kind of geen kind. Broer of geen broer, zus of geen... I don't give a shit. Ik ga om met echte mensen of ik ga niet met je om. Dat is gewoon vrij simpel. Anders krijg je namelijk een heel raar toneelstukje. Nou, net als met die kinderen, zo is het met die hond ook. We hebben nou deze hond. Dus zorg ik voor die hond. Ik zal hem beschermen, ik zal hem eten geven. Als hij ziek is, zal ik hem naar de dokter nemen. Maar ik heb echt niet de illusie... Ja, in mijn geval wel, maar... Normaliter zou ik zeggen, ik zou niet zeggen, dit is een hele speciale hond. Want als er een andere was, dan zou ik daarvoor zorgen. Nou, is dit toevallig een heel speciale hond? Ja, ja. Het is gewoon een kind. En dat mijn maakt... Ieder mijn maakt dingen een beetje raar. Mijn vrouw. Weet je wel? Oeh, is dat een eigendom dan? Dat is een beetje een raar verhaal. En dan omdat het mijn vrouw is, mag een ander daar niet aan zitten bijvoorbeeld. Ze mogen wel daarmee naar de bioscoop en samen een boek lezen of op vakantie. Maar don't touch. Want dat is van mij. What the fuck? Ik begrijp het niet. Doesn't make sense, weet je wel. Mijn, ja. Yeah. Oké. Okay. Ik heb het gevoel dat het woordje mijn inbruiklijn betekent. Dus mijn auto, dat is een auto die ik van het bestaan, zou ik maar zeggen, gekregen heb om in rond te rijden. En dat geldt ook voor zo'n lichaam. Dus inbruiklijn, dat geldt voor mijn synthesizers. Dat geldt voor wat er nog rest van mijn gezondheid. Dus in bruikleen. Maar ik kan mijn naam daar niet op zetten. Het is de leen. Dat is veel meer mijn beleving. Weet je wel? Alles is de leen.
Mijn vrienden heb ik de lijn, mijn lichaam heb ik de lijn, de omgeving heb ik de lijn. Deze setting is de lijn. And I'm grateful. Maar it's not mine. Maar als ik het goed begrijp, spreekt u nu wel over een lichaam en u zegt dat er juist van, het is energie. Jazeker, er zijn verschillende gezichtspunten. Dus als we even aannemen dat er een lichaam is en zoiets als vrienden en gezondheid, probeer ik nu te benadrukken dat er geen vaststaande eigendommen zijn, zoals we er wel mee omgaan, maar dat het allemaal te leen is. Je zult merken dit hele weekend, en als je video's kijkt of dingen van me leest, dat ik om de havenklap mezelf tegenspreek. Daar ben ik heel goed in. Omdat er namelijk geen vaste leer is, maar er zijn wel verschillende ingangen om iets duidelijk te krijgen. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, er is geen lichaam, er is alleen een energetische ruimte met verdichtingspunten. Dat is een manier van kijken die ons los kan maken uit het ik ben mijn lichaam waanidee. Oké, dan hebben we dat verhaal gehad, dan ben ik dat alweer vergeten. En dan komt er een volgend iets, dient zich aan. Ik besluit niet om het daarover te hebben, it just happens, omdat Daan iets zegt of whatever. Dan krijg je een ander gezichtspunt, een ander veld van oké, wij denken heel erg in de zin van vaste objecten en eigendommen. Maar als je een beetje teruggaat, dan is het veel meer wat ik zei, het is de lijn. Dat is veel opener. Waarom komen mensen in problemen? Dan heb ik het niet over verlichting, maar gewoon mensen, zoals ze normaal denken, omdat ze de hele tijd in termen van mijn en dein denken. Mijn land. En dan mogen die anderen er niet in. Mijn land? Ooit heeft een of andere gek op die bol een paar strepen getrokken. Dat is van mij. Oh ja? Even een raar verhaal. Wat deed je dat vroeger? Kijk, dat met zo'n mes, weet je, landje pikken. Dit is wat het is. Ja, dit is dan Nederland en dan is dat Duitsland. En eentje verderop, dan heb je weer iets anders. En mijn land. En dan moet je dan ook nog trots op zijn of zoiets schijnt. Ik vind het een raar verhaal. Dat begon de ellende. Ja, natuurlijk. De afscheiding. Iedere keer als we iets pakken, mijn. Als het van mij is, kan het niet van jou zijn. En als je het wil hebben, dan hebben we ruzie. Dat is toch een raar verhaal, we kunnen ook zo leven. We hebben alles te lijn. Heb jij dit nodig? Nou pak dan, weet je, heb jij dat nodig? En dan krijg ik weer iets even om te gebruiken. En dat kan toch ook? Is toch niet zo? We maken toch ook niet de hele tijd ruzie hier? Mijn. Maar staat een lijn of iets rechtstreeks in verbinding met de angst? Yes. Kan ik de vraag eens herhalen? De angst om iets te verliezen, of het daar niet mee te maken heeft. Maar het begint dus met van, je moet eerst dus het idee hebben dat je iets hebt, ja, voordat je het kwijt kan raken, snap je? Maar wat nou, is een vraag, hè? Ik hoef geen antwoord, maar als gedachte-experiment. Wat nou als je niks claimt? Kun je dan iets kwijtraken? En wie is dan, wie of wat is dat wat bang is om iets kwijt te raken? Je moet namelijk een heleboel dingen eerst gaan aannemen. Dus weer, van ik besta en ik ben dan dit. Ik moet dan iets zijn, want anders kan ik niks hebben. Dus ik moet specifiek worden, ik moet me definiëren. En dan moet ik definiëren, dit is mijn klokje. En dan moet ik ook nog gaan verzinnen dat zonder dit klokje ben ik minder. Ja, want anders kan ik niets weer hebben, neem maar mee. Nee, maar dit is heel belangrijk. Dit is een deel van mijn identiteit. Afblijven. Je moet zoveel verzinnen om angst te kunnen hebben om iets kwijt te raken. Dat is echt bizar. Maar als ik gewoon kijk, dan is mijn beleving gewoon puur op een menselijk level. Ik heb dit lichaam gekregen. Ik heb nooit bedacht een lichaam te hebben. Ik weet heel goed dat ik het niet ben, maar er is er een. Weet je wel, zo schijnt dat. Dus er is een lichaam. En er zitten zo aan allebei de kanten vijf van die dingen op. En het is sort of working. Ik kan ook daar
is toch cool? Er zit tastzin. Je kunt er hele grove dingen mee doen, weet je, maar ook hele subtiele. Oh man, motherfucker, dat is echt fantastisch. Maar ik heb dat niet bedacht, dat is niet van mij. En ik heb dat gekregen. En dat functioneert een tijdje. Oh man, dat is toch geweldig. Ik vind dat leuk. Maar het is niet van mij en het definieert mij niet. Zonder dit ben ik nog steeds wat ik ben. Dus waarom zou ik bang moeten zijn zelfs dat lijf kwijt te raken? Ik begrijp het niet. Ben ik nog te volgen of... Ja, de hele wereld die ziet dus de dingen anders. Daar is, wat ik al zei, dat was even wennen. Want eerst was ik ook zo. En dan ineens gaat alles zeg maar op zijn kop. Of binnenste buiten. En dan heb je zoiets van, oeh, what the fuck. En dan ben je ook nog zo dom om daarover te gaan praten. Dan heb je gekke handje weer. Mijn vraag is, waar ik het zie, waar het meeste identificatie is in, is heel veel, ik merk zoals ik zo zit, is heel vaak iets wat gefrustreerd raakt. Godverdomme, maar ik vind het anders. En die, in die kracht daarin, er is heel veel identificatie. En als die niet gezien wordt, dan wordt het een helemaal een leidersweg. Dan zit ik daar heel, ja, dan ga ik mezelf in de weg zitten, basically. Ja, en de vraag is? De vraag is, hoe ga je daarmee om? Nee, wat je eigenlijk zegt is, hoe kom ik daar vanaf? Ja, ja precies. Ja. Dat weet je wel. Ja. Niet helemaal erin kruipen en het uitleven, want dat is identificatie. En ook niet helemaal eruit blijven, want dat is ontkenning. Ja. Precies op het randje. Dat je nog kan voelen wat er gebeurt, zonder dat je identificeert en zonder dat je wegloopt. Very subtle. Maar je voelt onmiddellijk wanneer het, zeg maar, er is geen verkeerd, maar binnen deze context. Als het te sterk gaat voelen, dan zit je te veel voorover. Mm-hmm. En wordt het een soort fluffy vaag, dan zit je te veel achterover. Yes. Yes, yes. Ik begrijp het zeg maar de pool van die ik wil gelijk hebben, die is zo verleidelijk. Het is heel lastig om daar niet in mee te gaan zeg maar. Er komt heel snel zo'n ik en die wil dan, die wil wel van alles zeg maar. Ja, dat is natuurlijk. Het heeft altijd een zure smaak aan het einde zeg maar. Obviously. En het is verder helemaal niet erg ook dat het optreedt, want laten we wel zijn om iets te ontdekken. Hebben we een waardige tegenstander nodig. Dat is het simpele principe dat als je beter wil leren voetballen, kun je beter tegen een voetballer voetballen die beter is dan jij. En niet een of andere menkukkel die meteen opzij gaat als jij eraan komt. Dus je moet getackeld worden en een elleboog in je gezicht en ze moeten in je oor spugen en zo. Weet je, nou, dat doet die ego-figuur ook. Die komt continu, of een hele tijd, in ieder geval met allerlei gedoe aanzetten, om te kijken of jij nog, zeg maar, te verleiden bent. Om erin te trappen. Als dat er niet was, dan was je een soort mindless... We hebben weerstand nodig. Dat is great. Doordat we onze bruiklijn zijn, dat doe ik ook gelijk vrijheid. Ja, precies. Mijn vriendin. Ja. En het leuke ervan is, door die vrijheid krijgen we veel meer appreciatie voor wat er lijkt te zijn. In plaats van wat we denken, als ik het ga claimen en pakken, I basically kill it. Het mag niet zichzelf zijn, whatever that may mean, wat ik niet weet. Maar zodra ik het aan de ketting leg, it's basically dead. Maar ja, je ziet toch wel mijn man is overleden, maar dat is dan mis je toch de verbinding. Ja, dat fysiek lichaam is er niet, dat mis je toch.
Ja, nou, ik zeg toch niet dat dat niet mag. Als er messen is, is er messen. Ik zeg alleen maar dat als er verlichting is, is dat moeilijk. Maar ik zeg niet dat als er een gevoel van missen is, dat dat slecht is. Dus mis het dan. That's all right. Wat wel kan, is als je er naar kijkt nu, dan is er een gevoel van missen. Als je naar de kern ervan gaat, dan is er een gevoel van houden van. Dat is de essentie. Het wordt pas pijnlijk op het moment dat ik iets van die kern vandaan ga en die ander als lichamelijkheid wil zien. Als ik aan mijn vriend Richard denk, die vorig jaar doodging, of aan mijn vader of whatever, wie er, al die dooien, dan voel ik gewoon onmiddellijk in feite een soort hartrespons. Ik hou van ze. Dat is wat ik voel. Net zo goed als toen ze er wel waren. Het enige verschil is, je kunt er niet net als wij nu doen, mee praten. Maar op gevoelsniveau, ik hou nog net zoveel van Richard als toen die vorig jaar er nog wel was. Er is niets veranderd. Maar ik kan hem niet meer een stomp geven. Of zeggen verrekte kankerleier. Hij had kanker. Vond ik dan leuk om te zeggen. Hij ook. Vond hij ook leuk dat ik dat zei. Of bijna nog niet dood, man. Wat een leuke verstandhouding. Maar de essentie is gewoon, hou ervan. En dan weet je wat zo leuk is als iemand dood is? Alle irritaties, alle dingetjes die je ook hebt, hè, in relaties, dat je ook af en toe gewoon helemaal schartziek. Van die ander, niet van jezelf natuurlijk, die ander. Maar dat valt allemaal weg. Dat valt allemaal weg. Al die dingen waar je over kon zeiken van, je moet die haar uit het putje halen. Ja, ik ben zeker jaloers. Ik heb haar. Kankerluien. Nu begrijp ik de overlijdensattenties. Hmm. Nu begrijp ik dat langzaam. Dat het, als het al echt alles wegvalt, dan blijft alleen maar het houden van. Ja. En natuurlijk, van als je die tekstjes hebt, daar zit heel veel nep in. Maar in essentie, het valt er allemaal af. Ja. En je houdt iets heel puurs over. En I think it's beautiful. Ja. En daar kun je ook van huilen, maar dat is geen verdriet, hè? Dat is ontroering. Dus nogmaals, niet dat je niet verdrietig mag zijn. Dat mag gerust. Maar er zit ook ontroering in, schoonheid. Ja, dat is zo. En dat is great. Ja, dat voel je zoveel liefde. Yes! Infinite. Alsof je hart bijna uit elkaar knalt. Daarom moet het systeem ook huilen, want het is gewoon bijna too much to handle. Ja, zeg het eens. Wat houdt je bezig? Ja, heel veel verandering. Alright. Zoals? Dat we mogen lachen met de dingen waar we altijd vergestraft zijn. Of dat we altijd niet vrij zijn. En... ja. Dat je hebt afgeleerd, mag terug gaan stromen. Yes. En dan kan leven op zijn minst eindelijk een keer leuk worden. In plaats van dat je de hele tijd probeert niet iets verkeerd te doen. We proberen dan niet eens iets goed te doen. We proberen te voorkomen dat we iets verkeerd doen de hele tijd. Motherfucker. Weet je wel, zo'n klein dingetje wat gewoon staat te stuiteren. We leven en dan niet. Je mag alles doen, maar niet leven. Godverdomme, sorry. Ja, dat irriteert me mateloos. Dat is basically moord. Maar de ellende is, ze maken je niet af, hè? Nee, serieus, als je gewoon door je kop schiet, dan is het klaar.
Nee, ze houden je in een soort comateuze. En je moet dan door en dan moet je, weet ik veel, je pensioen opbouwen. En al die belangrijke dingen, weet je wel. Voor later, nooit voor nu. We hebben allemaal dat meegemaakt in meer of minder naad. Ja, uiteraard, natuurlijk. Het is net ook of je daar eerst moet je zo klein en dan moet je daar weer zien vanaf te komen. Nou ja, daar had ik het dus gisteren over van, we zitten aanvankelijk in het paradijs en vroeg of laat kom je erachter dat je eruit gedonderd bent. En dat je in een of ander systeem zit waar je aanvang van alles en nog wat moet voldoen. En dat is op zich nog niet zo erg als je zou weten waarvoor. Maar zelfs degenen die je het opdringen hebben niet echt helemaal in de gaten waarvoor. En overtuigende argumenten zijn, ja dat is voor later. Voor je eigen bestwil. What the fuck is dat? Kunt u dat even definiëren? Dat je dan geld hebt, zeg maar. Oké. Dus ik moet basically mijn ziel verkopen. Er is geen ziel, maar in taal vind ik dat leuk. Ik moet mijn ziel verkopen zodat ik later genoeg geld heb om veilig te zijn. Daarvoor moet ik wat er nu is offeren. Ja, ik vind het raar vooral. Ik heb er geen zin in. Fuck that. Ja, Hans, ik raak me heel erg wat je zegt. Oh, sorry. Nee, goed. Wat je tegen mij zegt, dat je die, of nou waar je het nu over hebt, dat leven wat ondergehouden wordt. Ja. Dat is voor mij laatste weken zo. Het is fucking heftig, zeg. Enorm voelen gewoon. Ja, obviously. En een soort, ik zou het ook een soort, ik noemde het zelfs moordlust van mij, dat ik gewoon voel van, en er is een soort, dat slagveld, zeg maar, ik zie dat daar zo voor me, en wat er uitgespeeld wordt is dat dit, zeg maar, tegen dat wat, dat leven. Ja. Het is eigenlijk het leven. Yes. Bottom line. En je begint net lekker op stoom te komen. Ja, maar zo voelt het ook, weet je. Het is, ik sport mijn ogen en ik krijg het gewoon niet gekanaliseerd, zeg maar. En het is, wat je, het is dat, weet je. Ik voel het is een enorme levensdruk. Ja, uiteraard. En die is het zat om tegengehouden te worden. Ja, die is ook heel veel tegengehouden. Uiteraard. En al heel jong, maar ook nu nog steeds door de patronen, de groeven, yes, yes, die bekend zijn. En ik voel nog, zeg maar, dat ik het gaat winnen, dat voel ik, zeg maar, die levensdrang. Maar de angst is echt net zo heftig of zo, weet je. Dat ik gewoon voel van, dan wordt ineens weer in die levensdrang keihard gewoon weer tegen de grond geslagen. En dan komt weer die... Wat is erger, de dood of niet leven? Leven. Ja. Dat bedoel ik. Ja, dus ja. Fuck that. Ja, dat bedoel ik. Mijn leven is erg. Veel erg. Ja, natuurlijk. When you're dead, you're done. Ja. Maar niet mogen leven, dat is de hel. En niemand verdient dat. Naar mijn idee. Zelfs de grootste klootzak niet. Nee. Weet je wel, en je bent niet eens een klootzak. Fuck that. En de pest is van, ze hebben het geïnternaliseerd. Weet je wel, het zit in ons systeem. Dat heet opvoeding. It works. En dat is wat ik van de week op vond. Dit is zo op me geplakt gewoon. Ja. Ik word er gewoon kwaad van. Yes. Dat het zo en dat moet je dus letterlijk uit je vlees trekken. Ik had ooit een van de liedjes, zing ik van, and I ripped the flesh right off my bones and disappeared into the night of zoiets. Weet je wel, het is letterlijk die beweging van, het is niet eens dat ik het uit mijn cellen moet halen. Ik moet die cellen eruit halen. That's what it is about. To be free. It is fucking dangerous and nobody gets it. Maar tegelijkertijd, iedereen die voelt vanzelf wel. Iedereen, als die even durft te kijken, dat je gewoon gemangeld bent vanaf day one. En niet omdat mensen zijn niet evil, want die opvoeders van ons, die zijn ook zo opgevoed. Die hadden ook geen keus. Dus ja, dan doe je dat ook en je geeft dat dan maar door. Ja, waar anders? Ik denk dat er nog eentje, dat komt niet op, maar dan moet je zelf checken, dat de angst om totaal te leven er ook kan zijn, omdat er misschien ergens zoiets totaal leven is, knettergek zijn. Is not. Van de week, ik heb echt
ik heb echt een paar keer gedacht, ik word gewoon echt yes. Want dat is jouw voorbeeld. Ja. Dat is een referentiepunt, weet je wel. Goed opletten, it's not like that. Dat voelt echt zo. Ja, voel maar, voel maar, voel maar. Je mag leven hoor. Ja. Het is fijn als je meedoet. Ja, dat heb je gisteren aan elkaar geraakt, ja. Godverdomme, dacht ik. Het andere is een soort van veilig is het niet eens, maar bekend, weet je. Ja, sure. Godver, ja. They sell it instead of life. Yeah. Safe. Life in the bullshit. Yeah. Nobody's safe. We're all dying. Horrible things will happen. I want to be present, not safe. Good. En weet je wat ook zo mooi is, voordat we er iets van gaan maken van dit zegt Hans. Die zin, je mag leven, komt door deze hele setting, door dit weekend. Is niet van mij, is wij. Daardoor komt deze thematiek op. Precies met alles hoe het ging, tot nog door dit weekend, maakt dat zo'n zin komt. Dus maak niet van mij iets speciaals alsjeblieft. It's you. Jullie zitten hier blijkbaar omdat je wil leven. Right? Omdat je iets wil onderzoeken, omdat je eruit wil, omdat je... Dus basically zeggen jullie dit tegen jezelf. Ik ben alleen maar de, hoe zeg je dat, voorzitter. Dat onderwerp speelde bij mij de laatste tijd ook heel erg. Ja, ik wil leven, Totdat ik besefte, ik kijk naar het leven, maar ik doe daar niet volop mee. Hè? Het leven biedt zoveel mogelijkheden, hè? Zo van, om echt te kunnen pruisen. En ik betrapte mij erbij dat ik meer aan het kijken was naar het leven en niet meer daaraan deelnam. En heb je een stift, Nick? Oh, hier. Ja. Ga door, Doris. En dat te beseffen, ja. Want ik merkte op een gegeven moment dat ik echt ook niet meer vol ademde. Hè? Dat alsof je ademhaalt door een rietje. Yeah. Ja. En dat zijn voor mij waarschuwingsbellen die dan aan alle kanten rinkelen. Yes, dat is die begrenzer wat jij zei. Dan doen we dat. Ja. We freeze the energy. Niet te veel leven. Ja. Niet te veel leven. Ja. Oeh, bijna iedereen hyperventileert de halve tijd, weet je wel, motherfuckers. Ja, zo, echt weer zo van, ik wil uit die comfortzone. Hè. Comfortzone is wel allemaal prachtig en zo, hè. Maar daar speelt het leven speelt, vindt plaats achter die comfortzone. Yes. Leven is geen kijksport. Ja, vind ik leuk. Leuk gezegd. En dat is zo. En ik geloof dat ik het gisteren al zei. Alles gaat de hele tijd over jou. Jij bent de held in je eigen verhaal. Jij maakt die reis. De tegenwerking, de tegenslagen, de overwinningen. It's about you, weet je. Het is niet daar grens. Het gaat niet over mij, het gaat over jou. Ik kan zelf ook dikwijls heel veel kwaadheid voelen dat ik echt iets wil kapot gooien. En ik heb heel lang gedacht, ja, het heeft met dingen te maken die ik meegemaakt heb. Maar nu wordt het mij meer en meer duidelijk dat het... Kwaad het is om je levensbegrenzing. Yes. En het gaat dus niet over een psychologisch. Toen heb ik geen rode fiets gehad of mijn vader heeft me geslagen. Het is inperking. En een beetje inperking moet. Want we kunnen alleen maar creatief zijn als er een grens is. Maar het moet geen gevangenis zijn. We kunnen alleen een schilderij maken omdat het canvas een afmeting heeft, anders wordt het oeverloos. I get that. Maar niemand gaat mij vertellen dat ik moet schilderen. Go fuck yourself. Ik wil praten, ik wil muziek maken, ik wil de leegte instaren. Ik wil niet moeten schilderen.
Nogmaals, it's about you. It's your life. You got one shot. This is it. Iedere dag, we piss our life away. Als we niet oppassen. Hoe gaat het? Ja, alles gaat zijn gangetje. Godverdomme, alles gaat zijn gangetje. Vlek het erop, man, gek. Niks moet zijn gangetje gaan, weet je wel. Life is brutal. Wake the fuck up. Come on. We need people, niet zombies. 8 miljard zombies. Weet je wel, dit is geen horrorfilm, it's actuality. They're here. You can find them in the shopping mall. En dan in de trein, naar het werk. Ze kijken ook allemaal zo blij als ze naar hun werk mogen. Ja, ik heb er even genoeg van. Dus, je kunt je beklag doen bij de directie. Ik zie jullie dadelijk wel weer, ik ga even roken. Je kunt hier ook gaan zitten, dat is hartstikke leuk.